De Limits, nummer 1477, met een uitzending van vandaag, 22 november 2018. Dat is het bulletin van donderdag. De volgende tekst is geschreven op 22 november 2018, rond 14:30. Het is maar even dat je het weet, het is in deze Daily Minutes dus een primeur. Ik heb een aantal jaren niet veel van dit soort columns geschreven. Ooit begon ik rond 2001 een site die ik Shorties noemde, omdat ik dacht dat ik alleen maar inspiratie had voor korte columns. De eerste columns waren inderdaad kort, een woord of 200 of niet meer, maar na de 10e of zo schoot het aantal woorden fors omhoog. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat je columns voor internet niet veel langer dan 300 woorden lang moet maken. Op papier lezen mensen makkelijk 700 tot 1000 woorden weg. Op internet blijkt de aandacht in de meeste gevallen niet langer dan 300 woorden haalbaar te zijn, tenzij je het erg boeiend maakt. In een podcast ligt dat anders. De meeste podcasts zijn een uur lang en een aantal daarvan zijn nog veel langer. Komt vermoedelijk omdat de meeste podcasts achter het stuur beluisterd worden. Het is gek met die podcasts. In heel wat landen hebben die de etherradio flink verdrongen. In de VS en Engeland luistert de meerderheid van de luisteraars inmiddels naar het medium podcast. Dat is in die landen zo'n 60% tegenover 40% als je het met het luisteren naar de etherradio vergelijkt. Er zijn wel meer dingen die in die twee landen afwijkend zijn ten opzichte van de rest van de westerse wereld. In de VS en de UK wordt er bijvoorbeeld nog redelijk veel naar middengolven geluisterd, terwijl de LP en de 12-inch, je weet wel die onhandige, steeds meer krassen en vuil verzamelende dingen op vinyl van de generatie voordat er cd's waren, daar ook nooit uit de mode zijn geweest. Bij podcasts mag je breed uitpakken. Dat gaat zelfs voor mij wel eens te ver. Van Steve Gibson luister ik gewoonlijk niet meer dan 1 tot 1,5 uur en bij Curry en Dvorak, toen ik daar nog geregeld naar luisterde, tussen 1/2 uur en 3/4. Die columns die moeten echter niet te lang zijn. Ik heb er na 2001 bijna 850 geschreven. De vaart ging er een beetje uit toen ik in 2006 opnieuw met de radiohobby begon, met de zendhobby en naast mijn columns, fotosite en podcast ook een site over de hobby begon. Toch ben ik met die bijna dagelijkse columns in een iets wat verlaagde frequentie nog tot 2012 doorgegaan. Daarna begon het een beetje te druppelen. 8 stuks in 2013, 3 in 2014 en eentje in 2015. Die laatste op een nieuwe website met de bedoeling dat dat een nieuw begin zou zijn. Dat pakte anders uit. Het stoppen in 2012 viel min of meer samen met het overlijden van mijn kat Frederik, die regelmatig in een rol in de columns en op mijn foto's figureerde. Met die foto's stopte ik in dat jaar ook. Eerder in hetzelfde jaar, in augustus, begon ik met mijn wekelijkse PA00 nieuwsuitzendingen, in dat jaar nog op een eigen zender, in de ether en via de repeater PI2AMF. Die latere columns die waren niet slecht. Ik heb denk ik maar 60% van de geschreven columns ook op de site geplaatst. De openbaarheid die mocht alleen de beste lezen. Ik miste het schrijven van die columns. Ik bedoel, ik mis het. Het was een van de weinige minpunten van de Daily Minutes uitzendingen die ik met veel meer moeite dan via internet op de amateurbanden bracht. Deze uitzendingen op internet maken het mogelijk dat ik nu weer columns kan schrijven. Enigszins doordat er meer tijd is ontstaan door deze manier van verspreiden en tegelijkertijd ook omdat dit soort columns in het huidige format een mix van zendamateurisme, CQ-techniek en niet-techniek ook heel goed past. Inspiratie is een grillig iets. Voor mensen die zelf niet creatief zijn of die geen ervaring daarmee hebben, is het maar een merkwaardig fenomeen. Dit soort columnteksten, zoals je er nu eentje hoort, zeker u leest, komen als het ware vanzelf naar boven borrelen. Je moet er ook niet aan sleutelen, hoewel het soms niet anders kan. De columns die in één keer staan, dat zijn de beste. Hoewel er aan knutselen soms nodig is, het zijn om te beginnen al niet de beste teksten als je eraan moet knutselen. Met knutselen bedoel ik niet achteraf de fouten eruit halen, maar wel de volgorde verdraaien, zinnen veranderen, etc. Als je de teksten niet vanzelf laat opborrelen, dan zijn ze ook minder goed. Hoewel je dat er waarschijnlijk niet van afziet, krijgen ze voor de schrijver toch iets geforceerds. Je bent er minder tevreden mee, want ze zijn onder je standaard en zakken ze daar te veel door het ijs, dan, zo schreef ik al, lopen ze grote kans om de publiciteit in het geheel dus niet te halen. Forceren heeft nog een ander nadeel. Ik heb in de tijd dat ik vrijwel dagelijks van dit soort teksten schreef, wel eens gehad dat het opborrelen wat minder was. In die periode heb ik de fout gemaakt dat ik er toch te veel teksten als het ware uit wilde trekken. In die periode, die erop volgde, had ik een maand of 7 nauwelijks nog inspiratie voor de columns. In diezelfde periode was ik overigens nog wel reuze actief als schrijvend journalist.
Kennelijk is dat een ander mechanisme. Hoewel dat ook een andere kant van mijn inspiratie laat zien. Ik word geweldig productief van deadlines. Met de deadlines omgaan, dat komt heel precies. Je moet niet te laat beginnen, want dan wordt het haastwerk en daarmee bijna automatisch broddelwerk. Je moet die deadline meer zien als een soort van golf. De ideale golf, waar je als volleerd surfer op balanceert. In de tussentijd laat je de tekst opborrelen. En als je dat in het juiste tempo doet, dan blijf je steeds precies op die golf staan en komt alles goed. Voorwaarde voor zo'n proces is dat je exact de goede inschatting van de benodigde tijd maakt. Dat is bij tijdschriftwerk en ander opdrachtwerk echter een stuk makkelijker dan bij het vrije werk van dit soort columns. Dat komt dus goed uit. Een goede schrijver vertelt vanwege al dit voorgaande meestal liever niet over wat hij aan het schrijven is of nog gaat schrijven. Dat lijkt een beetje op bijgeloof, maar het heeft een heel praktische reden. Het schrijven gaat het beste als je over het effect dat de tekst op de lezer heeft een klein beetje kunt verkneukelen. Als je je achteraf te veel in je kaarten laat kijken, dan verpest je een klein beetje dat genoegen dat je bij het schrijven hebt en daarmee ook het schrijven. Ik zal dus niet vertellen of deze column nu een eenling is of dat er hierna nog meer gaan volgen. Dit is deel 17 van de serie over geheime elektronica. In deel 16 hadden we het onder andere over een afluisterzaak met een passief apparaat. Een stukje blik eigenlijk, verzilverd, resonerend en met een membraan als condensatormicrofoon. Echter zonder eigenlijke elektronica onderdelen dat in een groot houtsnijwerk in de Amerikaanse ambassade in Moskou zat verborgen. Het ding was een uitvinding van Leon Theremin, de uitvinder die ook de muzieksynthesizer uitvond. Een apparaat dat gebruikt werd bij de Beach Boys hit Good Vibrations en dat later door Robert Moog werd gebruikt als basis voor zijn Moog synthesizer. Dit keer bespreken we een soort gelijke kwestie, maar vooraf even een paar regels als commentaar. Eerder bij encryptie ging het vooral over Amerikaanse encryptieapparaten. In dit geval gaat het nu over meerdere acties door de Russen, hoewel ik eerder met een Nederlands-Amerikaanse actie over dit onderwerp begon. De keuze is toevallig. De onderwerpen zijn interessant en de informatie is beschikbaar. Een andere afweging is hierbij niet gemaakt. Belangrijk bij de keuze van de onderwerpen vind ik dat er ook een stukje techniek beschreven moet staan. Zowel de Russen als de Amerikanen die bespioneerden elkaar en andere partijen deden dat ook. En ondanks dat ik hier een paar echte hoogstandjes van de Sovjets laat zien, zullen ook de VS slimme dingen hebben gemaakt waar we later misschien nog verder op in zullen gaan. In het jaar 1985 werden er superslimme bugs ontdekt in tenminste 16 schrijfmachines van het merk en type IBM Selectric die in gebruik waren op de Amerikaanse ambassade in Moskou en het Amerikaanse consulaat in Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. De zeer geavanceerde afluisterapparaten waren daar tussen 1976 en 1984 door de Russen uitgezet. Het systeem was ingebouwd in een metalen balk die in het IBM-apparaat was ingebouwd en die daar als steunbalk sowieso in aanwezig was. Niets te zien aan de schrijfmachines dus, ook al werden ze opengemaakt voor onderhoud of reparaties. In dit geval was het geen geluid wat opgenomen werd. De informatie werd onderschept door bewegingen van metalen onderdelen in de schrijfmachine te detecteren met behulp van zogenaamde magnetometers. De opgevangen gegevens, bestaande uit op de schrijfmachine getypte tekst, werden vervolgens gecomprimeerd en in de vorm van bursts, heel korte bursts met laag vermogen uitgezonden op een frequentie die in hoge mate camouflage bood, zodat ontdekking lastig was. De gebruikte Selectric 2 en Selectric 3 machines zijn de bekende schrijfmachines met het bolletje waarop de letters staan. De aandrijving van die bol geeft per positie een specifiek magnetisch signaal waaruit de getypte letters herleid kunnen worden. De Russen maakten minstens 5 verschillende steeds betere versies van deze afluisterapparaten. Sommige werkten op een batterij, sommige op een in het apparaat aanwezige netstroom en sommige op beide en zo waren meer verschillen. De bug was in zijn soort relatief groot en bestond uit voor die dagen zeer geavanceerde zaken. Halverwege de jaren 70 was een microcomputer nog niet echt ingeburgerd, zaken als datacompressie en geheugens ook niet. Behalve voor het blote oog was de schakeling ook voor de meeste detectieapparatuur onzichtbaar. Er zaten speciale onderdelen in die de detectie van de PN-overgangen in de halfgeleiders moesten voorkomen. De schakeling was een van de eerste keyloggers. Eerder waren er wel pogingen gedaan om encryptieapparatuur af te tappen. Dit was de eerste keer dat zoiets gebeurde bij reguliere schrijfmachines. Zoals gezegd werden met magnetometers de bewegingen van de besturing van het bekende IBM-bolletje gedetecteerd. De letters op zo'n bolletje die staan in rijen boven elkaar, de kleine letters op de ene helft van de bol en de hoofdletters op de andere. Aan de impulsen kun je afleiden welke rij en positie er voor het bolletje is gekozen en dan is het een kwestie van de juiste letter in de tabel ophalen en die opslaan voor verzending. De bewegingen van het bolletje werden met in totaal 6 magnetometers opgevangen. Vervolgens werden ze door een 6 naar 4 bits encoder geleid en vervolgens gaan ze naar een RAM-geheugen dat uit 8 bitwoorden van elk 4 bits bestaat. Via de besturingslogica komt de data vervolgens bij de zender.
De buk kon overigens ook draadloos op afstand worden bediend. Er zat behalve een zender dus ook een ontvanger in. De decodering met de magnetometers had één tekortkoming. Er konden geen letters worden gedetecteerd als tenminste niet één van die 6 bits een 1 was. De code met 6 nullen kan dus niet worden gedetecteerd en daardoor kon geen van de speciale tekens zoals shift, spatie, backspace, tab en nieuwe regels worden gedetecteerd. Nieuwe regel. Ook het liggend streepje, het minteken dus, kon niet worden gedetecteerd. Dat het shift-teken werd gemist was geen groot probleem. Het shift-teken dat geeft de wisseling aan tussen hoofd- en kleine letters. En alle letters werden dus in kleine letters zonder hoofdletters weergegeven. De tekst was daardoor echter wel gewoon leesbaar. Verschillende onderdelen in de oorspronkelijke schrijfmachine werden door de Russen vervangen. Om te beginnen werd natuurlijk de steunbalk in de behuizing die werd vervangen door een hol exemplaar waar de elektronica van de buk in kwam te zitten. Sommige magnetische metalen onderdelen in de schrijfmachine werden vervangen door niet-magnetische en andersom sommige niet-magnetische door gemagnetiseerde onderdelen, dit om de detectie van de impulsen te vereenvoudigen. De Russen hadden hun werk minutieus uitgevoerd. De holle steunbalk was bijvoorbeeld niet te onderscheiden van de originele, zelfs niet door een ervaren servicemonteur van IBM zelf. In de buk zaten verder 2 op gebruikersspecificatie gemaakte IC's, wat in die tijd een absoluut unicum was. De schrijfmachines werden waarschijnlijk de ambassade binnengebracht door vanuit de ambassade in de VS bestelde schrijfmachines in transit bij de douane in Polen of Rusland zelf te modificeren. Dat werd gedaan door een monteur, kostte als regel niet meer dan 30 minuten werk, plus inbouw ongeveer een uur in totaal. Zaken als encryptieapparatuur die werden vanwege het gevoelige karakter door speciale koeriers vervoerd. Kantoormeubilair en zaken als schrijfmachines gingen op de reguliere manier naar Moskou. De Amerikanen controleerden dit soort apparaten niet, ook een servicehistorie werd niet bijgehouden. Alle apparatuur werd echter wel standaard om de 2 jaar vernietigd en door nieuwe vervangen. De bugs zijn om diverse redenen lang onontdekt gebleven. Om te beginnen was het sensiaal op een knappe manier verborgen en daarbij ging het sowieso slechts om zeer korte bursts van informatie. Het was daardoor bijna niet mogelijk om de signalen op te sporen. Bovendien werd de zendfrequentie van de bugs zodanig gekozen dat deze plaatsvonden net binnen het buitenste stuk van de ruis aan de rand van een lokale televisiezender, erg dicht bij het daadwerkelijke sterke tv-signaal, waardoor het in de ether amper opviel en ook alleen als je ernaar zocht te detecteren was. Wat de zaak verder bemoeilijkte was het SECAM-televisiesysteem dat de Russen gebruikten in die tijd, waarbij de kleureninformatie in frequentie gemodelleerd werd. Verder beschikten de Amerikanen in die tijd over verouderde opsporingsapparatuur voor dit soort bugs en de Russen waren er precies van op de hoogte van wat de Amerikanen in stelling konden brengen, zodat ze de bugs eenvoudigweg ondetecteerbaar maakten voor de gebruikte opsporingsapparaten. Toen de zaak in 1984 en 85 uiteindelijk aan het licht kwam, speculeerde de pers dat in het gebouw zelf antennes zouden zitten ingebouwd om de zwakke signalen door de Russen op te pikken. Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat dit klopt, omdat juist dit gebouw minutieus was onderzocht en bijvoorbeeld het lichtnet ook voorzien was van smoorspoelen om gebruik van de draden voor transport van dit soort HF-signalen of als antenne ongeschikt te maken. De bugs werden uiteindelijk ontdekt door een tip van een Franse geheime dienstmedewerker die een soortgelijk apparaat in een van de schrijfmachines al daar gevonden had. De Amerikanen beseften dat ze een hoofddoel waren van dit soort acties van de Sovjets en lanceerden het zogenaamde Gunman Project met als doel om al dit soort van apparaten te vinden en om er adequaat op te kunnen reageren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.